De veerpontjes varen weer de Waal over. Zaterdag is het seizoen begonnen en nu kunnen mensen elke dag met de pont over van Beuningen naar Slijk-Ewijk of andersom. Vanwege de COVID-crisis mocht er vorig jaar het hele seizoen niet gevaren worden. Maar nu, met de versoepelingen, is het weer mogelijk. Ik vind het fantastisch dat het na coronatijd, dat iedereen weer zo vrolijk is en dat wij weer kunnen varen. Vorig jaar zijn we dus het hele seizoen niet aan boord geweest. Het jaar daarvoor was het laagwater. Zijn we ook een hele tijd niet wezen varen. Dus mensen zijn weer ontzettend blij en wij ook. Vooral in het weekend willen veel mensen overvaren. Zaterdags en zondags dan is het vrij druk, omdat dan iedereen een beetje vrij is. Hè? Gisteren waren er zeker 400 mensen. Vandaag is het wat minder, maar het is maandag. Hoogseizoen, dan kunnen er wel zeker 600 mensen aan boord zijn. Van die 600 mensen komt lang niet iedereen altijd met een fiets aanzetten. Het ligt een beetje aan het weer. Als het heel mooi weer is, dan komen ze veel fietsen. Als het wat minder mooi weer is, dan heel veel wandelaars. Maar ook heel veel mensen die op vakantie zijn. Wij zijn nu ook op vakantie. We vieren meestal vakantie in Nederland die laatste jaren. En dan proberen we altijd wel in de buurt van een rivier of water te komen. En dan is er altijd wel een pontje bij. We zijn vandaag een ritje aan het maken met de fiets. En waar gaat u allemaal? We gaan richting Dodewaard. En dan gaan we daar de pont over naar Druten. Tot en met september vaart de pont iedere dag tussen 10 en 6 voortdurend heen en weer.